Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 26 april. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is koud. Het is echt heel koud. Ik weet niet precies hoeveel graden het is. Dat kan ik natuurlijk eventjes nakijken. Het is op dit moment 9 graden. Het is ook zwaar bewolkt. Ik was niet echt goed meer in beeld. Dus ja, ik hou mijn hart wel een beetje vast voor de mensen die morgen Koningsdag willen vieren. Want het is natuurlijk wel heel koud. Ik ben gelukkig gewoon lekker binnen, dus ik zal er niet zo heel veel last van hebben. Maar dat is wel, wel een dingetje natuurlijk. Ik heb gisteravond de aardappeltjes uitgeprobeerd met de olijfolie. En dit was zoveel beter. Ze waren zo niet droog meer. Eigenlijk jammer dat ik dit nooit eerder heb gedaan. Ik dacht altijd dat dit het beste was als je verse aardappelschijfjes gebruikte. Maar dat maakt dus niks uit, want als je uit de vriezer gebruikt, kan dat dus ook gewoon. Maar het was echt heel lekker. Ze werden er ook echt gewoon heel mooi gekleurd van. En die kleur was vaak niet het probleem, maar meer de droogheid. En ja, ik vond het echt een stuk beter. Ik heb er echt heel erg van genoten. Dus ja, dat was echt heel goed. Nou, heb ik nog 2 van die schenkflessen over. Want ik wilde er eigenlijk eentje gebruiken voor mijn afwasmiddel. Maar ik denk dat het te dik is, omdat het best wel vloeibaar spul moet zijn wat erin gaat. Dus dan kan ik nu mooi die appelazijn in doen en ook die olijfolie. Dus dat is wel top. Een update over mijn pols. Nou, het gaat nog steeds ruk. Ik weet precies wat het is. Het is dus het bot. Ja, ik kan het niet zo goed aanwijzen met 1 hand, jongens. Nou, het is dus echt het botje wat je, ja, wat hier zit. Het bot doet dus heel veel pijn. Als ik daarop druk, is echt verschrikkelijk. Ik ben natuurlijk geen arts, dus ik weet niet wat het is. Je kunt op Google wel kijken, maar ja, er staan zoveel opties. Ik kan daar niet zo heel veel mee. Maar goed. Ik heb gisteravond eventjes dag en nacht teruggekeken. Was wel heel mooi. En ik had verwacht dat het me heel erg zou ontroeren, omdat er een doodgeboorte bij zat. Maar ik vond dat zo, omdat, ja, dat zag er zo nep uit dat het me eigenlijk weinig deed. Terwijl ik normaal gesproken best wel emotioneel kan zijn bij een serie. En dit deed me gewoon niet zoveel. Dat was een stukje, vond ik gewoon niet zo heel goed gedaan. Gelukkig ook maar, want als je echt mee zit te janken, dat is natuurlijk ook niet altijd even leuk. Maar ja, dat was het voor mij niet helemaal. Ik heb daarna eventjes de politie-eenheid teruggekeken en ook nog even mijn restaurantgame gedaan. Dat was ook wel weer fijn. Ik heb de vlog afgemaakt. Daar ben ik wel echt onwijs lang mee bezig geweest. Ik heb er wel 1,5 uur aan gezeten, maar de laptop zat vol. Het wilde allemaal niet zo vlotten. Toen ben ik daarna de foto's gaan bewerken, maar ik moet nog even 2 nieuwe maken, want die waren gewoon niet scherp en ik heb daar best wel hoge eisen aan. Nou, toen ben ik verder gegaan met Palpito, wat wel weer heel spannend was. En weer met vrouwenvleugel. Integendeel daartoe vond ik het wel weer heel ontroerend. Omdat er nu iemand is die staat ook op het punt om dood te gaan. Dus dat was wel, wel een ding. Ben lekker in een nieuw boek gestart. Dat was ook wel weer fijn. Dus nou, voor de rest allemaal prima. Ik ga zo even lekker aan de schoonmaak. Ik ga een muziekje aanzetten. Ik heb voor jullie eventjes mijn sportroutine gefilmd. Dat zal ik jullie even laten zien. En als ik nog zin heb, kan ik nog even die flessen vullen. En anders kan het ook morgen met die olies. Want die flessen die wil ik dus ook op die plank gaan zetten. Die ik dus van het weekend op wil gaan hangen. Maar goed, dat is voor nu even de planning. Ik ga even water maken en muziek aanzetten. En dan ga ik eventjes wat doen. Nou, er was even gevraagd of ik nog een update wilde geven als het nu wel was gelukt met het stempelplatform. Het is nu gelukt. Ik heb de magneetjes hier nu aan de onderkant zitten.
En ik heb dus hier nu een stempeltje. Ik wil even een paar koffiekopjes afdrukken. En die eerste is dus net gelukt. Ligt dus niet aan de inkt, maar dat ligt er dus aan hoe je de magneetjes neerlegt, blijkbaar. Die tip kreeg ik al. Want als ik hem nu opdruk, stempelt hij hem perfect af. Kijk, ik heb hier nu gewoon twee perfecte stempels. Ik zal het nog even zo laten zien. Kijk, zo hier de magneetjes. Nou, ik leg hem dus eventjes weer zo neer. Ik druk hem dicht. Hij plakt vast gelijk. Ik stempel hem eventjes in. Ik druk het platformpje dicht. Oh. Druk hem aan. Ik maak hem los. Oké, nu ging deze eventjes weer mis. Nog een poging. Deze zijn wel perfect gelukt, gewoon net. Het kan nou ook zijn dat ik weer iets te dicht op de rand kom. Dat ik de magneetjes een beetje... Ja, verder dan dit lukt niet. Moet verplaatsen. Ja, ik doe dit nu natuurlijk ook allemaal met de hand, met die pols, wat niet echt heel fantastisch is. Nou, oké, net ging het dus goed en nu gaat het dus weer mis. Oké, dan ga ik er gewoon hier nog even eentje proberen. Maar je ziet dat hij nou al een klein afdrukje geeft. Oké, nou, deze twee zijn dus perfect gelukt. Het ging dus echt net fantastisch, maar ja, nu ben ik weer even de vibe eruit. Maar het werkt dus wel zoals je kan zien. Het kaartje heeft omgedraaid. Dan hoop ik dat het nu wel wil, maar het stempeltje is nu ook wel heel vies. Dus hij moet gewoon zo even ook een schoonmaakbeurtje hebben. Ik moet wel zeggen, het is met één hand een beetje lastig. Kijk, nou gaat hij wel goed. Dus het werkt dus wel, maar ik moet even de goede vibe vinden. Zo, het woonkamertje is ook weer lekker klaar. Dat is ook wel weer fijn. Dus ik heb nu nog even de matten van de voordeur in de keukendeur erin zitten. Dan zijn die ook weer even schoon. Want doordat het veel geregend had en ik dan toch mijn voeten eraan heb afgeveegd, vond ik ze niet meer zo fris ruiken. Dus die heb ik even in de was gestopt. Ik heb dus eventjes nog laten zien hoe het er nu uitzag met de plaat, dat ik het dus nu wel voor elkaar had. Natuurlijk, toen ik het liet zien, ging het nog niet helemaal fantastisch, maar ik weet dus nu wel hoe het wel goed gaat. Dat dacht dus niet aan de inkt en die tip had ik al wel gekregen van jullie. Ik had ook al wel inkttips gekregen voor andere inktsoorten, dus dat is ook wel fijn. Maar in ieder geval, voor nu is het even gelukt. Ik ben nu in ieder geval weer lekker klaar, dus ik vind het wel mooi geweest. De katten hebben net lekker hun eten op. Nu zijn ze door het voer van de bonen in. Dus kan ik eigenlijk met het voer van Lidl beginnen. Ik hoop dat dat dan beter gaat. Ik merk wel, als ik een kat optil met mijn pols. Het is zo'n drama dat ik gewoon eigenlijk... Ik moet niet een kat optillen met mijn rechterhand. Want dan doet die pols dus heel veel pijn. Maar goed. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je Steenrijkstraat Arm. Dat ga ik kijken. En ik denk even dat ik de slechtste chauffeur ga terugkijken. Ik denk nog wel even game als het lukt met mijn pols hoor. Want dat is ook een beetje de vraag. Ik moet nog wel even die twee foto's maken. Maar dat kan straks nog wel even. Want het is lang licht. Dan ga ik weer, als ik dat heb gedaan, de vlog inplannen. Daar nog even een thumbnail van maken. Misschien nog wat foto's alvast voor vrijdag bewerken. Dan ga ik lekker Palpito kijken en daarna verder met Vrouwenvleugel. Want ik denk dat het nu echt wel heel zielig wordt, want ik denk dat diegene nu echt doodgaat. Dus dat is eigenlijk voor nu ook de planning. Ik had een brief gekregen van het water dat ik de waterstanden weer moet doorgeven. Dus dat moet eigenlijk ook nog eventjes gebeuren. Maar
Het kan morgen of vrijdag ook wel. Volgens mij, ik weet niet voor wanneer het moest, maar het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. Het pakketje is aangekomen bij Zinzi, dat kon ik nu volgen. Ik heb nog geen mail gehad dat die goed is aangekomen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik op zaterdag mijn juiste maat ring binnen heb en anders volgende week. Het heeft nou wel lang genoeg geduurd, maar ik vind het wel lang duren met de DPD. Want ik heb hem dus dinsdagmiddag ingeleverd, rond een uurtje of drie. Hij is gisteren pas opgehaald. Dus ik zou het met de DPD ook nooit meer doen. Dan zou ik echt wel voor de DHL kiezen. Dat gaat dan toch wat sneller. Maar ja, goed. Ik hoop in ieder geval dat dat nu allemaal goed komt. Misschien dat ik nog even op Cincy site kan zien hoe het ermee staat. Maar dan moet ik eventjes kijken. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik kreeg al wel hele leuke berichten binnen van Nathalie over Lentry. Die helemaal door de dolle heen was van Koningsdag. Dat is wel heel grappig. Dus ja, ik ga dat nu gewoon eventjes doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 27 april. Ik ben klaargemaakt. En het is natuurlijk vandaag Koningsdag. Het is koud. Ik heb het vannacht ook zo koud gehad. Ondanks dat het Koningsdag is, doe ik vandaag eigenlijk niks. Ja, gewoon standaard. Ik doe wel dingen, maar ik ga niet de deur uit. Maar dat is logisch natuurlijk in mijn positie. Ik weet wel, vroeger waar ik vandaan kom, werd het altijd best wel uitgebreid gevierd. Hier is het volgens mij ook niet zo. Dat begon al 's ochtends met een optocht. En dan 's middags meestal even in het centrum. Had je een kleedjesmarkt. En voor jaren geleden had je er ook nog wel artiesten die daar kwamen zingen. Dat was altijd wel een hele happening. Maar tegenwoordig, nee, doe ik niks meer. De plek waar ik hiervoor woonde hielden ze altijd een braderie. Dat was ook wel gezellig. Maar nee, ik doe eigenlijk al jaren niks meer aan Koningsdag. Ik ben wel een beetje in het oranje. Ondanks dat ik niks doe. Ik zal even mijn outfit laten zien. Een beetje donker hier. Ja, ik heb dus een oranje shirt aan met Queen erop, met leuke glitters. Gewoon een wit shirtje eronder en deze witte broek, maar daar ben ik niet blij mee, want kijk. Zit veel te groot, ik moet eigenlijk een riem omheen, maar daar heb ik geen zin in. Het is een heel gek idee dat ik ooit in deze witte broek heb gepast, maar ik moet eigenlijk even een nieuwe vinden. Shirtje is trouwens gewoon van de Zeeman, die ga je nog wel in de shoplog zien. Maar ik heb natuurlijk al bijgezegd dat die al lang gedragen heb. En ik heb hier een pluk die niet goed zit. Dus dat moet ik even zo goed doen. Dus dat is eventjes de outfit. Ik heb gisteravond weer naar Steenrijkstraat Arm zitten kijken. Was wel weer heel erg mooi. Daarna heb ik... ik ga hem zo even opnieuw doen. De slechtste chauffeur van Nederland zitten kijken. Dat was ook wel weer interessant. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. En ook eventjes de vlog geüpload en de thumbnail gemaakt. Ik heb al wel wat foto's gedaan voor het blogpostje voor morgen. Maar ik moet daar nog wel even flink mee aan de bak. Toen ben ik Palpito gaan kijken, wat ook wel weer heel spannend was. En daarna de Vrouwenvleugel, dan had ik de laatste van seizoen 2. Dus vanavond seizoen 3 ga ik mee beginnen. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Lekker mijn boek weer gelezen. Maar ik was ook wel moe en ik heb het dus heel koud gehad. Ik weet ook niet hoeveel graden het nu is. Ik had wel zoiets van, oh, als het echt zo koud wordt, heb ik wel medelijden met de kinderen. En die allemaal dan op zo'n kleedjesmarkt gaan zitten. Maar ik weet het niet. Het zou wel vannacht ook een hele koude nacht worden. Het is 13 graden, dus valt op zich mee. Het is droog. Vandaag op de planning. Ik ga gewoon even stofzuigen. Ik moet de video nog opnemen voor zaterdag. Want dat heb ik deze week nog niet kunnen doen. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik denk nog even diamond painten. En dat wordt het ook wel. Dus dat wordt mijn Koningsdag. Dus eigenlijk een hele rustige Koningsdag. Maar is verder ook niet erg. Dus ja, ik ga dat maar eventjes doen en dan, ja, is dat in ieder geval klaar. Ik moet even de kleden wassen, maar dat doe ik pas als de video is opgenomen. Dus dat is voor nu de planning, dus ja, ik ga gewoon eventjes aan de gang. Nou, ik had deze flessen natuurlijk nog. Ik wilde er eigenlijk eentje gaan gebruiken voor het afwasmiddel, maar ik denk dat dat te dik is hiervoor. Nou kan ik ze mooi vullen met de appelazijn en eentje met de olijfolie. Moet ik er wel even een stickertje op plakken, want ik heb er ook nog een met azijn staan. Dus die ga ik dan mooi eventjes vullen. En dan kan dat van het weekend ook op de plank die ik wil gaan ophangen. Dus dat leek me voor nu wel eventjes een goed idee, dus dat ga ik eventjes doen.
ik ga even deze witte chocolate mokka drinken. Daar heb ik wel zin in. Ik heb trouwens wel wat vlaggen gespot. Kijk, daar hangt een vlag bij die mensen. Maar verder... Misschien op het balkon nog wat vlaggen. Even kijken of daar nog vlaggen zijn. Ik vind het niet zo heel veel met de vlaggen. Ik heb wel eens meer vlaggen gezien. Oh ja, kijk. Tussen de bomen door zien we nog wat vlaggen. Maar volgens mij is dat niet zo heel makkelijk te zien op camera. Het zijn weinig vlaggetjes deze Koningsdag. Zo zien de flesjes dan uit als ze gevuld zijn. De appelazijn, de olijfolie en het gewone azijn. Dus ik vind het wel heel mooi staan. Dan heb ik er nog eentje voor de olie. Maar waar had ik die staan? Die had ik ergens neergezet. Ik weet even niet waar. Die moet ik dan ook nog bijvullen, want die kan ook op die plank. Maar die moet ik even zoeken, want die zie ik zo eventjes niet. Zo, ik heb het flesje gevonden, maar die heb ik heel eventjes... bij de vaat gegooid, want die was wel erg vies. Die kan ik even straks lekker afwassen. Dan kan ik die morgen ook even vullen met olie. Want ja, ik heb nu alleen nog maar die grote flessen. Ik kocht eerder die kleine flesjes met olie. Maar die zijn er bijna niet meer. En ik vond het wel lekker om een beetje olie door de groenten te doen. En dat dan nog een beetje op te laten. Ja, het een beetje lekker intrekt. Dus die wil ik dan ook nog even bijvullen. Die wil ik dan ook op die plank zetten. Mijn nagels zijn inmiddels echt... ja, het is er echt heel erg beschadigd nu, maar dat geeft ook niet. Ik heb de kat even lekker een snoepje gegeven. Ik heb zelf even lekker aan mijn diamond painting gezeten. Was ook wel heel fijn. Hij schiet nu echt op, dus dat was wel heel lekker. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Ik kreeg echt een fantastisch filmpje door van Lente. Die was op een springkussen aan het springen. Die stuurde Nathalie door. Zo lief. En er stonden ook allemaal grote kindjes, maar Lente houdt zich heel kraam. Die staat er ook gewoon tussen te springen. Het interesseert er allemaal niks. Fantastisch. Ik ga even relaxen, maar ik sluit vandaag nog niet af. Dan neem ik jullie straks nog wel even mee als ik lekker ga eten. Want ik ga eten bestellen. Dat doe ik altijd op Koningsdag. In ieder geval nog eventjes lekker relaxen. Ik heb even de kleding in de was zitten. Dus als die zo klaar zijn, zal ik die even uithangen. En dan denk ik dat vanavond de lak er ook wel lekker afgaat. Want het ziet er nu ook echt niet meer uit. En nou, het heeft er toch volgehouden tot Koningsdag met vlaggetjes. Maar je ziet hier en daar nu echt wel veel beschadigingen. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik zie jullie straks nog even. Het eten is bezorgd. Ik heb frikandellen en hier taartjes. En een milkshake lekker chocola. Daar dus heb ik al zin in. Het ging wel eventjes mis. Want ik had eerst de bestelling voor iemand anders. Ik had snel gebeld dat het niet goed was geraakt. En dan heeft hij hem snel omgewisseld. Maar goed, ik ga hier dus nu lekker van genieten. Lekker een beetje televisie kijken. Dus ja, lekker eten nu. Zo, ik ben lekker op de bank geploft. Ik ben wel gedoucht, maar ik heb gewoon nog even mijn shirt aangetrokken van Queen. Met een badjas erover, dat het in ieder geval warm zit. Ik heb heerlijk gegeten. Was echt heel lekker. Het was ook nog wel goed warm. Ondanks dat het dus misging, want het eten stond nog gewoon in die auto. En eventjes ook een dikke shout-out. Want kijk, deze snackbar die heeft nog rietjes van plastic. Heel fijn.
Want ik had dus bij die koffie vanmiddag, die koude koffie, dat zit dus wel een ritje van karton. Ik ga zo even mijn haren kammen. Ik heb de laptop al lekker neergezet. Dan ga ik lekker goede tijden kijken. Ik heb de Switch bij me. Kan ik nog even een lekker spelletje doen. Dan ga ik Meester Frank Visser kijken. Nieuw seizoen is altijd wel leuk. Daarna denk ik even kopen zonder kijken nog. Een deel. En dan ga ik mijn foto's bewerken. Dan ga ik lekker verder met Palpito. Ik heb nog 2 afleveringen. Dus daar ben ik ook alweer doorheen gevlogen. En daarna ga ik beginnen met seizoen 3 van Vrouwenvleugel. En dan vanavond ook nog in bed lekker mijn boek lezen. Ik heb wel wat beelden gezien van Koningsdag in Rotterdam. Het zag er allemaal wel heel gemoedelijk uit. Volgens mij is het allemaal wel redelijk goed verlopen, wat ik begreep. Ik heb niet gehoord dat er dingen zijn gebeurd, dus dat is wel fijn. Ik zag wel dat Maxima een Feyenoord-sjaaltje om had. Vond ik iets minder, maar ja goed, ieder zijn eigen ding natuurlijk. En ik hoorde dus straks dat Jerry Springer was overleden. En ik weet nog wel dat dat vroeger altijd een heel ding was, want die mensen daar ook wel begonnen te vechten en zo. Dat was altijd wel heftig. Maar ja, goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Het was een prima Koningsdag, zo lekker rustig. Maar ik heb me goed vermaakt, dus helemaal goed. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is alweer 28 april. Ik ben klaargemaakt. En het is heel gek om te zien dat de wereld na Koningsdag gewoon weer doordraait. Ik zag bijvoorbeeld al dat de woningbouw bij een huis bezig was. En dacht ik, oh ja, het is weer een gewone dag. Het is altijd heel gek, maar het komt misschien ook omdat je denkt dat heel veel mensen vrij nemen naar Koningsdag. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo en dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ja, nee. Dus, maar ja, goed. Ik heb gisteravond naar Meester Frank Visser zitten kijken. En ik moet zeggen, ik vond het een lastige zaak. Het ging over 2 buren die eigenlijk eerder ook wel bevriend waren. Want ze zaten in een clubje van 4 waarin ze wel eens een kaartje legden en met een hapje en een drankje in ieder geval spelletjes deden. Zodat de ene buurvrouw had een uitbouw aan de woning gebouwd. En daar was de andere buurvrouw dus niet blij mee, want het belemmerde haar uitzicht. En ze had wateroverlast, omdat dat dus blijkbaar op haar vlonders belandde, zei ze. En haar bakken werden daar groen van, haar vlonders heel groen. Nou ja, goed. Normaal gesproken heb je best wel, merk ik bij dit programma, als ik daar naar kijk, dat ik denk van dat ik best wel een voorkeur heb van, oh, ik hoop dat die persoon gelijk krijgt. Maar vond ik bij deze best wel lastig, want de ene buurvrouw, die vond ik al een beetje bitter overkomen. Ik weet niet, ze had al best wel een beetje een stuurs gezicht, zeg maar. Ze keek best wel boos. Ik vond de naar Victor ook niet heel vriendelijk of zo. En ja, en de buurvrouw is een heel pittig type. En nou ja, toen kwam die bij die buurvrouw. En ja, die zei dus weer dat de andere buurvrouw weer verbitterd was. En dat die haar had uitgescholden. Dat ze dood kon vallen en dat soort dingen. En in ieder geval, de ene kant zei, wij hebben de plannen aan haar bekendgemaakt. Zij, de andere kant zei, nee, ik wist van niks. En nou ja, toen wilde die ene buurvrouw, die begon eigenlijk al te huilen bij toen ze bij elkaar kwamen, aan het wachten op meester Frank Visser. Nou, testen gedaan. En toen wilde ze eigenlijk ook al, de buurvrouw die zeg maar een beetje verbitterd was, die wilde ook al gelijk weglopen bij die hoorzitting. Nee, meester Frank Visser, we gaan niet weglopen, want we gaan het nu uitzoeken. Ik vond het lastig om een partij te trekken. Heb ik ook eigenlijk niet gedaan. Er is ook geen uitspraak gekomen, want er was iets met de gemeente die moest dat nog uit gaan zoeken. Of dat het allemaal volgens vergunning was, of dat het allemaal vergunningsloos kon. Of dat er uiteindelijk een vergunning voor nodig was geweest en ze de boel moesten afbreken. Maar goed, daarna heb ik een deel van Kopen zonder kijken gekeken. Dat was op zich ook wel leuk. Ik moet toch wel even het laatste deel afkijken. Deze mensen stonden wel op het punt om eigenlijk de hele boel af te blazen, omdat ze er eigenlijk toch niet een heel fijn gevoel bij hebben. Hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Die zijn af. Toen ben ik Palpito gaan kijken. Vanavond weer de laatste uitzending. Wat ik heel jammer vind. Ik vond deze serie echt steengoed. Toen ben ik begonnen met seizoen 3 van Vrouwenvleugel. Daar moest ik wel even aan wennen. Want wat ik altijd wel jammer vind. Je hebt dan met een aantal mensen te maken die daar dan een seizoen zitten. Maar het volgende seizoen wordt er dan niet teruggeredeneerd van wat er met die mensen gebeurd is. Weet je, want die zijn dan ineens gewoon weg. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed, en er was nu ineens ook een nieuwe bewaarder. Nou, die vond ik ook al niet te vertrouwen. Dus, nou ja, goed. Al met al was het best wel weer eventjes wennen. Maar hoe verder je in het seizoen komt, dan ben je er ook wel weer aan.
En daarna heb ik lekker mijn boek gelezen. Ik had wel heel veel dorst van het eten gisteravond. Maar goed, ik ga zo lekker de slaapkamer doen. Ik ga hier even stofzuigen en dan ga ik lekker de slaapkamer doen. Daar heb ik ook wel zin in, weer even lekker alles schoon. Ik heb wel mijn nagellak eraf gehaald. Het begon al een beetje te slijten, want ik had dus wel gekozen voor gellak. Onder de lamp had ik het laten drogen, maar ik merkte toch de hele week al dat ik stukjes verloor. En toen gisteravond had ik zoiets, nou ik haal het er ook gewoon lekker af. Dan heb ik mijn nagels eventjes met nagelolie ingewreven. Even lekker laten intrekken, dat is ook wel weer fijn naar zo'n... gellak behandeling. Goed, ik ga nu stofzuigen en dan gaan we de slaapkamer lekker doen. Zo, ik ben lekker klaar. Het is allemaal weer gelukt. Dat was wel heel fijn, maar ik ben weer een beetje teleurgesteld. Ik heb dus in mijn slaapkamer een paar echte plantjes staan. En die zet ik normaal altijd weg als ik ga poetsen. Omdat ik weet dat de katten in de slaapkamer komen. Maar ik was nu niet snel genoeg. En Tijgertje zat al bij het potje en heeft alle blaadjes van de pannenkoekplanten weer afgevreten in één keer. Dus ik hoop wel weer dat hij opkomt. Maar ik word er zo moe van dat ze aan alles vreten. Ja, dat krijg ik er ook niet meer uit, weet je. Ik denk, misschien ben ik gewoon niet streng genoeg geweest met opvoeden of zo. Ja, en eerst was je met z'n tweeën. Ja, en als je het dan in één keer alleen moet doen, dan kun je het niet meer zo goed afleren dan wat ze allemaal deden. Maar goed, ik hoop gewoon dat hij weer opkomt. Ik ga hem straks weer water geven en weer terug in het raam zetten. Ik zet ze dus normaal altijd in de douche. Maar goed, alles is in ieder geval weer lekker schoon, bed verschoond. Alles is weer van zijn plek geweest. Dat is wel heel fijn. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan vanavond weer lekker Flikker Maastricht kijken. Volgende week komt het niet in verband met Bevrijdingsdag. Dus dan slaan ze een weekje over. Vind ik wel heel jammer. Maar oké, op zich ook wel begrijpelijk dat ze Bevrijdingsdagprogramma willen uitzenden. Ga ik even Kopen Zonder Kijken afkijken. En nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten. En ook... een blogpost schrijven. Dan ga ik lekker de laatste aflevering van Papito kijken. En de laatste aflevering van Hockeyvaders. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Maar in ieder geval, ja, ik ga gewoon niet zo heel snel door die pols. Ik had trouwens al een hele goede tip gekregen voor een ijszak. Dat je die, waar je die kon kopen. Dus daar wil ik eventjes naar gaan kijken. Want dat is wel heel fijn. Maar goed, voor nu ben ik in ieder geval weer klaar. Ik heb alles opgeruimd, dus ik ga nu even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan ook zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is vandaag 29 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn nieuwe ring binnengekregen. Althans, de juiste maat. Hij zat in dit doosje. En dan is dit dus gewoon... de ring die jullie ook al hadden gezien. En er zat ook nog een heel erg leuk mooi etuietje bij. Super leuk. Alleen dat bracht me net tot een inzicht. Ik ging die ring omdoen en om mijn rechterduim ging die dus niet zo makkelijk. Toen dacht ik van, dit is wel gek. Uiteindelijk krijg ik hem wel omheen, maar met een beetje frikken. Maar toen kwam ik er dus achter dat mijn duim is opgezet. Want ik hield hem naast mijn andere duim. Daar had ik hem ook omheen gedaan. Daar gleed hij gewoon echt heel makkelijk omheen. Maar dat betekent dat mijn duim nu ook dik is. En ik denk dat het bij die pols vandaan komt. Dus ik heb mijn coach even een appje gestuurd. Of ze eventueel tijd heeft om mee naar de huisarts te gaan.
Ja, en anders wordt het die week erop. Als ze het nu niet redt. Maar ja, mijn duim is in ieder geval een stukje dikker. Kijk, dit is mijn rechterduim. Ik kan ze nu niet naast elkaar houden. Dit is mijn linkerduim. Maar je ziet eigenlijk dat dit stuk, zeg maar. Dit stukje hier, wacht, even zo. Dit stukje daar is een stukje dikker dan mijn andere. Dus dat is een beetje gek. En ja, ik merk ook inderdaad gewoon dat het die spier daar is. Dus dat is eventjes afwachten. Ik heb gisteren naar Flikken Maastricht gekeken. Hele spannende afleveringen. Draaide een beetje om Marion, die best wel een hele pittige dag had. Waar ook best wel wat heftige dingen gebeurden. Dus op zich was het wel allemaal heel, heel spannend. Ik vind het een beetje lastig. Er is een oude bekende teruggekomen. En ik weet even niet meer precies waardoor hij toen verdwenen is. Want hij heeft dus in de gevangenis gezeten en ik weet niet meer waarvoor. En daar is verder ook niet naar gerefereerd. Dus dat is een beetje lastig. Maar goed, het was wel weer heel spannend. Volgende week hebben we het dan niet, dus die week erop dan weer wel. En ik heb het idee dat het dan ook al wel eens weer de laatste aflevering kan zijn. Je bent er altijd zo doorheen. Daarna heb ik even Kopen Zonder Kijken afgekeken. En heb ik nog even een spelletje gedaan. Dat was verder allemaal prima. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten en mijn blogpost gaan schrijven. Was best wel veel werk allemaal, maar het is allemaal gelukt. Dus dat is wel heel fijn. Toen ben ik de laatste aflevering van Palpito gaan kijken. En echt, wat een einde jongens. Dit had ik niet zien aankomen. Het was echt super spannend, maar ik vond ergens ook wel een beetje een treurig einde. En ik denk ook niet dat er nog een vervolg gaat komen. Ik denk dat het hierbij zal blijven. Maar het was in ieder geval allemaal wel heel spannend. En ja, net wat ik zeg, ook wel een beetje... Ja, ik vond het ook wel een beetje sneu. Daarna heb ik Hockeyvaders gekeken. Dat was ook de laatste aflevering. Dus ja, ik heb weer twee series die klaar zijn. Dus vanavond moet ik een nieuwe serie op Netflix uitkiezen. En op Videoland denk ik dat ik naar Tata ga kijken van Mokromafia. Die is gisteren online gekomen. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Dat is dan weer eventjes één langere aflevering voor het nieuwe seizoen dan weer komt. Vandaag op de planning. Ik ga de plank zo ophangen in de keuken. Ik moet het dan maar even goed uitmeten. Want ik heb dus drie beugeltjes. Dus dat moet ik allemaal eventjes gaan uitmeten. En eventjes kijken waar die nou precies moet komen. Want dat is even een gepuzzel. Dat ik niet klem kom te zitten met de deur. Maar daar ga ik in ieder geval eventjes mee stoeien. Dus dat is de planning. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ja, ik ga nog even dan wachten met stofzuigen. Want ik moet boren. Dus daarna moet ik dan even stofzuigen. Dus ik ga even de dingen een beetje verbouwen. En dan ga ik aan de gang. Thank you.
Nou, dan is dit het resultaat. Ik heb hieronder gewoon dus nog steeds mijn lepels hangen. Maar ik heb de beschuitbus erop staan. En de crackerbus, hagelslag en de flessen met vloeistof. En dan de keukenrol. Ik vind het zelf echt super, super mooi geworden. Hangt gewoon heel goed. Ik ben er ja, heel erg blij mee zo. Zo, het was wel even een klusje, maar het is uiteindelijk gewoon gelukt. Ik voel wel mijn pols natuurlijk dan weer extra, want ja, ik ben met rechts, dus ik draai dat ook met rechts aan. Ik heb het op een gegeven moment ook nog wel even met de schroefboormachine vastgedraaid, maar ik heb niet een al te beste schroefboormachine. Maar het zit allemaal in ieder geval heel goed vast. Ik ben er zelf ook heel blij mee. Mooi dat de flessen er nu ook gewoon op staan met de vloeistoffen, de beschuitbus en weet ik... ja, de hagelslag en ook de crackers staan erop. Dus ik ben er zelf heel blij mee. Ik heb die stang heb ik trouwens ook even helemaal in een sopje van met Dasty gezet. Ik had een sopje gemaakt ingespreid met Dasty, want die was best wel vet. Dus die is nou ook weer lekker helemaal vetvrij. Dus dat is ook altijd wel weer heel fijn. Daar werkt Dasty echt wel heel goed voor. En dat heb ik gewoon een poosje laten weken, zodat het echt even zijn werk kon doen. Ja, ik ben er heel blij mee. Als je niet zo'n hele grote keuken hebt, dan moet je soms gewoon eventjes in oplossingen denken. En ik, ja, het was iets wat ik heel graag wilde. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu klaar heb. Dus dat was fijn. Ik heb nog heel even in mijn bullet journal gewerkt. Super veel. Eigenlijk mijn blog en YouTube boek moet ik zeggen. Ik heb hem eventjes aangevuld. Dus dat is allemaal wel gelukt. Nu hebben de katten net lekker gegeten. Dus dat is ook fijn. Ik ga zo even relaxen, even mijn pols rust geven. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van jachtseizoen. En daar heb ik wel zin in, dus daar ga ik lekker naar kijken. Ik denk daarna eventjes restaurant game doen. Want wat daarna komt, dat lijkt me niet zo heel interessant. Dat is een programma met koorden, met weer uitvindingen. Het lijkt een beetje op het beste idee van Nederland. Trekt me niet zo. Ik ga mijn vlog in elkaar zetten, wordt het grootste gedeelte. Ik ga natuurlijk een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. En dan ga ik Tata kijken op Videoland en daarna lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga Lu dan in ieder geval ook morgen weer zien. Ik heb nog niks gehoord van mijn coach trouwens of ze mee naar de dokter kan. Maar dat horen jullie later wel als ik daar wat over hoor. Nu eerst in ieder geval eventjes lekker relaxen en bijkomen. Want het was wel even pittig, maar het is fijn dat het klaar is. Ik ben blij met het resultaat in ieder geval. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 30 april. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of er dus nog steeds mensen zijn vanuit het buitenland die vandaag in het oranje op de stations aankomen. Omdat natuurlijk voorheen Koninginnedag op 30 april was. En de afgelopen jaren is het wel gebeurd dat er dus nog steeds mensen op 30 april in het oranje heel vrolijk naar Nederland kwamen om Koninginnedag te vieren. Maar ja, dan stonden ze een beetje, hoe moet ik het zeggen? Dan kwamen ze een beetje van een koude kermis thuis, omdat dat natuurlijk dan op de 27e al gevierd was. Omdat het inmiddels Koningsdag was. Maar goed, we zijn 10 jaar verder, dus misschien is het inmiddels ook wel bekend dat dat niet meer het geval is. Maar ik ben er wel benieuwd naar of het vanavond in het nieuws toch nog ter sprake komt of dat het überhaupt gebeurd is. Het is natuurlijk voor die mensen wel vervelend als het weer gebeurd zou zijn, maar je weet het niet. Ik heb mijn coach gesproken. Ze zei het heeft toch voorrang om naar de huisarts te gaan, dus maak maar een afspraak op donderdag na 4 uur of na 3 uur. Dus ik heb een afspraak bij de huisarts gemaakt online. Dus ik kan om 4 uur bij de huisarts terecht, dat is wel heel fijn. Toch wel fijn dat het nu gebeurd is, want ik merk toch wel dat de pijn te heftig is. En ik zei ook al tegen mijn moeder, ik zeg ja, stel dat het een ontsteking is, en dat weet ik niet, want ik loop de zaken vooruit. Ja, dan gaat het waarschijnlijk toch alleen maar over met een antibiotica kuurtje. Dus ik ga het donderdag zien wat de arts zegt. Ik heb gisteravond naar het jachtseizoen gekeken, dat was wel heel erg leuk. Maar dan denk je in het begin, oh ze hebben zo'n goede voorsprong. En dan uiteindelijk dan gaat het eigenlijk weer... Dat ze zo dicht bij elkaar zitten dat ze eigenlijk gewoon op de hielen gezeten worden. Uiteindelijk hebben ze het wel gered, want ze waren best wel slim. Maar het ging. Het was wel even spannend of het ging lukken, maar het was wel heel leuk. Ik heb even mijn restaurant game gespeeld, dat was ook wel weer leuk. Weer even lekker mee bezig geweest, dat was ook allemaal wel weer fijn.
Alleen heel vervelend elke keer. Bij mijn restaurant, de vloeren worden heel vies. En dan vraag ik zeg maar aan het personeel of ze die vloeren willen schoonmaken. Maar op een of andere manier gebeurt dat niet. En op een gegeven moment kreeg ik ook echt wel dat een van die medewerkers zei: laten we maar een schoonmaakploeg inhuren. Toen was het wel even weer schoon, maar nu is het weer heel vies. Dus ik denk dat dat weer moet. Maar ik weet nog niet zo goed hoe of dat ik dat zelf ook kan aangeven. Ik ben met een nieuwe serie begonnen. Ik heb trouwens ook de vlog nog voor ze afgekregen tot waar ik kon. Maar goed, de nieuwe serie. Ik ben met Obsession begonnen op Netflix. En ik had daar al wat dingen over gelezen. Dus daar was ik wel heel erg nieuwsgierig naar geworden. En het eerste wat me meteen opviel, dat ik dacht: hé, deze man ken ik. En die had dus inderdaad uit een. Het was dus inderdaad uit een andere Netflix-serie. Daar had ik hem al gezien, dus daar herkende ik hem wel van. Dat vind ik altijd wel grappig. Die kwam uit The Stranger, zat deze man in. Dus daar kende ik hem van. Maar zo, die eerste aflevering was op zich wel mooi, dus ik ben wel benieuwd. Daarna heb ik de aflevering van Mokro Mafia gekeken met Tata. En ja, dat was ook best wel spannend. Het was niet, ja. Gewoon, het was nog niet heel bijzonder, maar ja, het is wel gewoon weer een leuke voorbode voor het nieuwe seizoen, zeg maar. Dus dat was ook wel leuk. Toen heb ik lekker in bed mijn boek gelezen. Ik ga zo even de groenten afhalen. Ik ga even stofzuigen, de bakken doen en straks even foto's maken. Ik zal straks ga ik even de fotospullen laten zien. Voor de rest wordt het een beetje een rustige zondag, maar dat is verder prima. Dus ik ga even wat doen en dan zal ik straks even de fotospullen laten zien die ik ga fotograferen om weer te gaan uittesten aankomende week. De fotospullen. Ik heb hier de Glowwire Illuminating Primer met een watermeloenextract. Ben ik heel benieuwd naar van Catrice. Dan heb ik hier twee Sunkist by the Light Illuminating Poeders. En ja, het is eigenlijk een multi-use poeder, dus ben ik heel benieuwd naar. En ik heb hier een claystick met rooswater. Dat is gewoon eentje die je gewoon aan kunt brengen. Het is gewoon lekker weer voor je gezicht, soort gezichtsmasker. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Zo, ik ben klaar. Foto's gemaakt, al even geïmporteerd. Eventjes de laptop een beetje opgeruimd. Heel veel dingen weggedaan. Die is ook aardig vol, dus daardoor kan ik ook niet echt lekker verder. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ik ga hier heel even iemand corrigeren. Want de katten waren aan het eten en Mickey zit steeds. Die valt al aan op het bakje van het tijgertje. Terwijl zij dan gewoon nog eten moet krijgen. Dat is gewoon heel vervelend. Maar ze vinden het dus heel erg lekker. Dus dat is op zich wel een goed teken. Maar ja. Mickey is de laatste weken gewoon heel erg onrustig. Echt alles likt zij af. Ik weet niet wat het is. Het is. In één keer in de pan wil ze dan gaan aflikken. En ik probeer haar gewoon continu uit de keuken te houden. En dat valt gewoon niet mee. Ik weet niet. De laatste tijd is het bar en boos. Maar goed, ze hebben het nu in ieder geval weer lekker op. Dus dat is wel weer heel erg lekker. Ik heb boven nog even wat gedaan. Dus dat was ook wel fijn. Dus ja, zo kom je wel weer een beetje rond. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en Ajax kijken. Want het is vanavond weer Ajax-PSV voor de bekerfinale. Ik heb er niet hele hoge verwachtingen van. Het is wel zo dat we nu in ieder geval, als het goed is, geen last zullen hebben van dingen die op het veld gegooid worden. Want ze spelen dit dus in de Kuip. En als het goed is, is die afgezet met netten. Dat vond ik wel zo sneu, jongens. Er is vrijdagavond bij de wedstrijd van FC Dordrecht en PEC Zwolle. Is er een jongetje geweest die heeft dus. Die was 8 jaar. Die heeft een bekertje op het veld gegooid. En die is dus ook direct het stadion uitgezet. Maar ja, dat kind was helemaal van slag. Toen hebben ze die wedstrijd ook stilgelegd. Omdat dat natuurlijk de nieuwe regel is. Maar ja, dat vond ik toch wel heel sneu. Ik had toch wel zoiets van: ah, het is nog zo'n jong kind, weet je wel. En natuurlijk, ik denk wel dat het goed is om als ouder te zeggen tegen je kind voordat je naar een wedstrijd gaat: je mag niks op het veld gooien. Ik denk sowieso dat je dat moet doen, want het is sowieso niet nodig. Maar ja, ik vond het toch wel heel sneu dat zo'n jochie dan ook, ja, zo aangepakt wordt. Maar ja, als het de regel is, is het de regel.
Ik ga in ieder geval Million Dollar Island kijken. De voorstukjes die zien er best wel heftig uit, dus ik ben wel benieuwd. En daarna het vervolg van Alberto Stegeman. Dat was vorige week natuurlijk heel heftig. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij die mensen nu gaat aanspreken. En uiteindelijk haalt hij ook de politie erbij. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het afloopt, ondanks dat het heftig is. Ik ga mijn nagels doen en dan ga ik mijn foto's bewerken. En dan ga ik verder met de serie Obsession. En daarna weer Vrouwenvleugel kijken. En vanavond lekker mijn boek lezen. Ik heb eerst de ID eraan de oplader gegooid. Want ik dacht ineens, oh ja, die had nog maar 10% gisteravond. Toen ik klaar was met lezen. Dus die moet opgeladen worden. Anders kan ik vanavond niet echt lezen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga nu relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 1 mei. Ja, de nieuwe maand is alweer aangebroken. Dat gaat zo snel. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net weer eventjes een deal opgenomen voor de lipstick video. Dus dat is ook alweer top. Laten we maar eventjes beginnen bij die bekerwedstrijd van gisteren. Ik zat klaar, ik had er zin in. Ik kreeg op een gegeven moment een berichtje van Nathalie van, kan ik die ergens streamen? Ik zei tegen haar, je kunt hem kijken via de ESPN-zender, die is gratis. Zij was bij mijn moeder. Ik zeg, volgens mij moet die daar ook zijn. Ik zei, bij mij zit hij op 150. Nou, uiteindelijk ging ze zoeken en bij mijn moeder zat hij op kanaal 14. Ze had het gevonden. Dus ik zei ook tegen haar van, wat zijn jouw verwachtingen? Nou, ze zei al 2-1 voor PSV. Nou, dan ga je de wedstrijd in. De eerste helft wordt er eigenlijk nauwelijks gevoetbald. Het is veel duw- en trekwerk. Dus ja, dan denk je al wel van, oké, wordt het zo'n wedstrijd? Veel kaarten gevallen. En dan op een gegeven moment komt Ajax op voorsprong. En dan ben je super blij. Het was eigenlijk wel een eigen goal van PSV, want de speler van Ajax gaf de voorzet en die van PSV wilde hem tegenhouden, maar hij gaf hem een tikkie en toen ging hij er alsnog in. Dus, nou ja, goed. 1-0. Dan krijg je eigenlijk nog zoveel kansen als Ajax zijnde. Het had 3-0 kunnen zijn, want ze hebben echt een paar flinke kansen gehad. En hij kreeg hem er niet in, die jongen. Hij wilde zo graag, maar het lukte niet. Nou ja, dan ga je op zich lekker de rust in. Nou ja, in de tweede helft dan komt toch PSV met de 1-1. Nou ja, dan heb je zoiets, er is nog tijd, er kan nog van alles gebeuren. Nou, er gebeurt niks, ook naar de blessuretijd, er gebeurt helemaal niks meer. Dan ga je de verlenging in, 2 keer 15 minuten. Daar gebeurt ook niks. Het enige wat je merkt is dat de spelers het heel zwaar krijgen, want ze krijgen kramp. En dat vind ik dan wel heel tof, dat als een speler van Ajax kramp krijgt, er toch een PSV-speler is die hem dan eventjes probeert van die kramp af te helpen. Dat vind ik dan altijd wel heel tof. Maar er gebeurde niks. Ja, dan kom je uit op penalties. En ik wist ook niet hoe Ajax in zijn penalties zat. En juist van de spelers waarvan je verwacht dat ze hem erin scoren, die schieten hem er veel te hoog overheen. En ik zat echt met buikpijn van de spanning. Ik vind dat zo spannend, penalties. Ja, en dan verlies je weer. Dus weer geen prijs voor Ajax. Dus ik baalde als een stekker. Ik heb de hele avond social media niet meer aangeraakt. Want ik kon er niet aan om dan weer te lezen dat PSV de beker had. Ik heb ook letterlijk daarna dan direct die wedstrijd uitgezet. Toen was het in het nieuws ook nog. Toen heb ik hem op mute gezet. Want dat wilde ik ook niet horen. Dus ja, ik was er klaar mee. Ja, volgende week hebben we ook weer gewoon weer een moeilijke wedstrijd tegen AZ. Dus nou ja, ik weet het allemaal niet. Goed, ik heb Million Dollar Island gekeken. Dat was op zich best wel even een dingetje. Want er zijn dus 4 mensen weggestuurd. Want die hebben provocerend gedrag. En die hebben zelfs eten van een ander kamp weggejat. Dus dat was allemaal provocerend gedrag. Nou, die werden eruit gezet. Vond ik ook niet meer dan redelijk. Best wel veel mensen ook weer vertrokken. Toen ben ik het vervolg van Alberto Stegeman gaan kijken. De undercover meisje, zeg maar, die heeft daar nog 1 dag gelopen, wat ook weer super heftig was. Het was dus een vervolg op de uitzending van vorige week. Uiteindelijk heeft Alberto de mensen geconfronteerd. In eerste instantie de 2 mannen. Die ontkenden alles. Die zeiden van nee, zo zit dat niet. Maar ja, Alberto heeft alles op beeld. Ze wilde in eerste instantie ook niet met Alberto praten met de camera erbij. Ja, zegt hij, die camera blijft gewoon. Toen hebben ze telefonisch nog contact gehad. Nou, dat was ook allemaal. Die man, zeg maar, van die zorgboerderij, die verdacht iedereen, maar niet degene die het dus gedaan zou hebben. Toen heeft hij nog een paar medewerkers willen confronteren, maar die wilden eigenlijk totaal niet meewerken. Die verwezen steeds maar weer naar hun baas toe.
Nou, uiteindelijk is de politie gekomen. Die heeft de hele boel leeggetrokken. Heftig. Vorige week was natuurlijk ook al super heftig. Maar ik wilde gewoon zien hoe hij deze mensen ging confronteren. Alleen het hielp niet zo heel veel. Uiteindelijk, ze zitten volgens mij nu ook vast. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Het is allemaal eind vorig jaar gebeurd. Dus ik weet niet of ze al veroordeeld zijn. Maar daar ga ik eigenlijk niet vanuit. Want volgens mij gaat er wel een tijdje overheen. Als ik dat zo in het nieuws her en der hoor. Hoe lang het soms duurt voordat iemand veroordeeld wordt. Dus dat zal nog wel niet. Maar ja, het was pittig. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik ben daarna weer Obsession gaan kijken. En toen ben ik met Vrouw of Leugen verder gegaan. En heb ik mijn boek gelezen. Die heb ik vanavond uit. Ik moest echt nog een klein beetje. Maar nou, die heb ik nog niet uit. Ik ga eventjes een was draaien. Dan ga ik de boel hier doen. En ik moet ook nog even een was opvouwen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik heb trouwens wel mijn nagels gedaan. Voor de mensen die het nog leuk vinden. Ik kan het lakje nog even laten zien. Dat is ook weer een oud Hop Hop Hooray lakje. Dat is deze. Die heeft de naam Pink Blossom 102. Dus die heb ik erop gedaan. Maar ik weet niet of die lang blijft zitten. Goed, ik ga de was pakken en aan de gang. Ik ben weer klaar. Ik heb alles weer lekker schoon. De bakken zijn schoon. De douche is weer gedaan. Ik had nu gelukkig niet de week dat ik alles heel grondig moest doen. Dat was nu wel fijn. Ik moet nog even één wc-matje moet ik terugleggen in de douche. Die heb, bewaar ik daar als ze dan schoon zijn. En dan kan het matje wat ik had liggen er wel weer liggen. Die heb ik even uitgeklopt. Dus dat is allemaal ook wel weer fijn. De was die draait nog. Ik heb de witte was er nu in zitten. Dus ja, die moet nog eventjes. Ik heb helaas geen wasmachine die aftelt of laat zien hoe lang een was duurt. Zou deze ooit kapot gaan, dan zou ik dat wel willen. Maar ik ga ervan uit dat die toch nog wel eventjes een poosje draait gelukkig. Want ik heb hem ja, een aantal jaar, volgens mij niet zo heel lang. Al zegt hij natuurlijk ook niet altijd wat. De was is weer even lekker opgevouwen. Dat is ook wel weer fijn. Ik moet nog natuurlijk wel weer naar boven. Maar ik had de trap al omhoog. En ik heb er nu ook geen zin meer in. Ik vind het nu wel mooi geweest. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik heb ook een beetje last van mijn buik. Nou, dan ga ik even eten maken. Vanavond kijk ik weer naar Chateau Meiland. En daarna even de politie-eenheid ga ik terugkijken. Dat is ook wel leuk. Omdat ik nog wel even een spelletje ga doen. Ik wou nog even één nieuwe foto maken. Dat ga ik zo eerst even doen. Dan heb ik die ook klaar. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. En dan ga ik verder met Obsession. En daarna weer Vrouw of Leugel kijken. En dan ga ik mijn boek uitlezen. Ik denk ook een nieuw boek starten. Ik heb ook weer wat nieuwe boeken binnen. Dus die kan ik er ook nog even opzetten. Dus ja, dat is allemaal wel prima. In ieder geval wel weer lekker dat het nu allemaal weer rond is. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 2 mei. Ik ben klaargemaakt en ik heb mijn ring omgedaan. Ik weet niet voor hoe lang het nu goed gaat, want ik zit dus met mijn duim die een stuk dikker is. Maar ja, hij ging er wel gewoon omheen en ik merk ook gewoon dat er nog wel ruimte zit als hij om mijn duim zit. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik vind het wel heel leuk staan. Ik moet gewoon eventjes wennen omdat ik het heel lang niet heb gehad. Maar ik vind het wel leuk. Ik hoop niet dat ik irritatie krijg met slaap of zo, omdat ik nu dan zoveel last heb van die pols. Maar ik hoop donderdag meer te weten.
Gisteravond heb ik Chateau Meilands gekeken. Ik heb hem op een gegeven moment even op pauze gezet, want mijn moeder die belde even gezellig. Nathalie bleef een nachtje extra slapen daar. Dus toen belde ze eventjes wat later nog, toen Lente op bed lag. En eventjes wat dingen vertellen, want Lente had een nieuw bed gekregen. En nou, vond ze natuurlijk helemaal leuk om daarin te gaan slapen ook. Dus mijn moeder had een heel leuk dekbedovertrek gekocht van Peppa Pig. Dat was ook heel leuk. Ze mocht ze lekker onderslapen. Ik zat net even naar mijn scherm te kijken. En er stond echt letterlijk in beeld dat er een kind nu... Dat ik een kind in beeld had. Maar ik ben toch echt geen kind meer. Maar goed, toen heb ik daarna verder even Chateau Meiland afgekeken. En toen ben ik nog een klein stukje van de politie-eenheid gaan kijken. Dat heb ik nog niet helemaal afgekeken. Dat doe ik dan vanavond eventjes. Want ja, ik dacht ook... Dan kijk ik gewoon een klein stukje. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Dat was ook wel leuk. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Ging allemaal eigenlijk best wel voorspoedig. Dus dat was allemaal wel makkelijk. Toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix-serie. Ik heb trouwens nog wel even wat... Ik heb een haartje in mijn lipstick. Jakkers. Wat nieuwe muziek op mijn iPod gezet. Vind ik ook wel leuk. Even eens in dezelfde tijd even wat boeken op mijn e-reader. Want ik had vast weer door een boek heen, zeg maar. Die heb ik gisteren uitgelezen. Toen ben ik ook gelijk weer met een nieuwe gestart. En dat was op zich wel leuk. Ik had even niet meer helemaal helder dat het deze reeks was. Maar toen ik begon te lezen, toen zat ik er wel gelijk weer in. Want we waren ook eigenlijk bij het vorige deel met een soort van cliffhanger achtergelaten. Dus dat was wel heel leuk. Maar goed, ik was bij de Netflix-serie. Die heb ik dus gingen kijken. En dat was super spannend. Toen kwam ik erachter dat ik vanavond alweer de laatste aflevering heb. Die had ik even niet helemaal zien aankomen. Ik dacht dat het nog wel even duurde. Maar het waren dus ook maar 4 afleveringen. Ik wist wel dat het een miniserie was. Maar meestal hebben ze dan nog wel een afleveringetje of 6, soms 8. In het uiterste geval 10. Maar het waren er maar 4. Dus nou, wel jammer alweer de laatste. Maar nou ja, goed. En daarna heb ik nog even Vrouwenvleugel gekeken. Dus dat was allemaal prima. Vandaag op de planning eventjes stofzuigen, kattenbakken scheppen. Dan ga ik de video opnemen voor zaterdag. En daarna ga ik nog even diamondpainting doen. Even kijken of het allemaal lukt met de hand en zo. Ik heb eventjes de kliko opgehaald. Die had ik aan de weg gezet. De kliko, dat is de zwarte kliko. Wij moeten daar hiervoor betalen. Voor het afval wat we daarvoor aanbieden. Oud papieren en GFT is gratis. Maar die zwarte kliko niet. Dus die zet ik zo min mogelijk aan de weg. Dus ik wacht echt tot die prop vol zit. Alleen het nadeel is dat er dus ook wel eens andere mensen afval in jouw kliko gooien. Dat heb ik al wel eens een keer gehad. En dat is het nadeel als je dus boven zit. Want dan staan je kliko's dus vooraan aan de weg. Dus ja, iedereen kan er wat indumpen. En als je beneden zit, heb je een tuin. Dan staat het in je tuin. Maar goed. Het is wat het is. Ik ga eventjes lekker stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik eventjes de video opnemen. Dus ja, tijd om even aan de gang te gaan. Klaar. Video staat erop. Was wel een beetje vervelend. Katten die miauwden, die op de kattenbak gingen zitten. Ik weet niet, dat is toch altijd een beetje een dingetje hier, maar het is allemaal wel weer gelukt. Nou, nadat de video opgenomen was, heb ik ook gelijk alle spullen weer in mijn stash gezet. Dus dat is ook wel lekker. Het staat nu allemaal weer lekker op zijn plek. Dus nu is het mandje leeg voor de volgende maand. Dus dat was op zich ook wel weer fijn. Ik vind dan ook wel weer een lekker gevoel als alles weer ligt waar het hoort. Daar word ik altijd wel heel blij van. Daarna nog even lekker aan mijn diamond painting gezeten. Ging op zich ook wel lekker, maar de batterij van de camera was leeg. Dus dat was niet zo heel fijn. Die heb ik net even opgeladen weer. Maar die moet zometeen nog wel weer even op, want hij is nog niet volledig opgeladen. Katten hebben net hun eten gehad. Ze vinden dat voer van de Lidl echt fantastisch. Dus die zakjes, dus die moet ik nou ook gewoon blijven kopen. Ja, het is wel even wat duurder als dat ik die bakken kocht. Ja, als van die bakken elke keer spugen, dat moet je niet hebben. Dit vinden ze echt geweldig.
Ik hoop natuurlijk wel dat ze die dozen nog wel weer een keertje krijgen bij de Lidl. Maar ja, ik weet niet of er een leveringsprobleem is of zo. Mocht ik iemand zien donderdag, kan ik het wel eens vragen waarom die dozen er eigenlijk al zo lang niet meer staan. Of dat er iets mee is. Maar voor nu gaat dit eigenlijk ook wel goed. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ga vannacht even een was draaien. Doe ik even de handdoeken, want die duren altijd heel lang. Die duren bij mij 3 uur, omdat het op 60 graden was is. Dan zijn ze als ik wakker word morgen klaar. Dan kunnen ze gelijk de droger in. En dan kunnen ze morgenmiddag gewoon mooi drogen als ik de boel doe. Dus dat wil ik wel even doen. Ik ga vanavond eventjes dag en nacht kijken. Want ja, daar heb ik nog een aflevering van staan. Dus ik ben wel benieuwd weer daarna. Ga ik eventjes de politie-eenheid verder afkijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog helemaal afmaken zodat die klaar staat. Dan ga ik mijn foto's bewerken. De laatste aflevering van Obsession kijken. En daarna nog weer een aflevering van Vrouwenvleugel. En weer lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!